hoe dan ook een wedstrijd waar de belangen groot zijn. Zeker voor Emmen. Maar Groningen kijkt inderdaad stiekem natuurlijk ook nog wel een klein beetje naar boven. Programma dat de mogelijkheden biedt voor Groningen. Playoffs zullen ze normaal gesproken echt wel gaan halen. En dan kan het wel eens een heel mooi seizoen worden voor Groningen. Emmen zal er keihard aan moeten werken om er nog een beetje een mooi seizoen van te maken natuurlijk. Als de concurrenten punten pakken. Dan zal Emmen dat ook moeten blijven doen. Daar is FC Groningen. Hij is terug. Een beetje afwezig geweest. Wel weer natuurlijk zijn minuten ook gemaakt. Op het middenveld dus El Mesoudi met Van Kaan centraal naast Itakura. Zo heeft de Buis uitgelegd. El Mesoudi dan centraal naast Bloemquist. Daarvoor Joost de Soeslof en El Hankouri. En Da Cruz speelt. Standwarsen is er nog altijd niet bij. Daarmee mist Groningen natuurlijk de topscorer en ook de man van de meeste assist. Samen met Koekmoetson, die er ook niet bij is. Er zijn dus wel wat personele problemen bij Emmen. Zit dat dus onder andere op de linksbackpositie qua personele bezetting die wat minder is. Geen Kaplan, Veenop speelt. En voor de rest wat je intussen de vertrouwde basis zelf kan noemen. Maar de ploeg die laat op deze manier bij elkaar kwam, begint steeds meer vertrouwd te worden, zal ik maar zeggen. En daar Sergio Pat zijn 250ste officiële wedstrijd voor FC Groningen vandaag. Komen er dus nog een paar bij. En dan het buitenlandse avontuur. Geen lekkere bal van Itakura. Hatsic. Recht bij De Leeuw. Hoek lastig. Krijgt hem net niet langs bij Pat. Peña, rand 16. Schot geblokt. Goeie start van Emmen. Eerste kans daar, maar ja, krijgt die bal maar eens langs Pat. Fout van Itakura. Die inspeelt op het moment dat dat eigenlijk niet kan. Soeslof reageert ook niet heel attent, moet ik zeggen. Maar goed. En dan zit Pat er dicht genoeg op. De Leeuw door richting Pat, die in de problemen zit. En de overtreding maakt. Dat kost hem geel. Ja, ik snap dat Emmen hier denkt aan rood. Die zeggen, ja, als hij de overtreding niet maakt, heeft De Leeuw de bal en is het doel toch redelijk leeg. Want ja, Pat staat buiten zijn 16. Het was allemaal niet zo heel erg briljant. De Leeuw jaagt het de hele tijd op die manier op. Op het moment dat De Leeuw de bal heeft, ja, dan moet hij nog draaien. Hij staat natuurlijk met zijn rug naar het doel van Groningen. Kijk, het is wel dat het doel leeg is. Dus ik snap Emmen, ik snap in dit geval Lindhout ook wel, omdat De Leeuw niet richting doel gaat. De muur staat, Van Hintem staat waar Pat hem wil en de vrije trap zit er net niet in. Het is in ieder geval de paal en misschien ook nog een beetje van Pat. Alsnog, nee, De Leeuw kopt over. Maar Pat biedt nog een keer zijn excuses aan voor de fout die leidde tot deze kans. Want dat is deze vrije trap wel. Maar goed, hij herstelt het toch ook wel, want daar zit hij inderdaad met zijn handen nog net aan. Waardoor hij de bal nog op de paal kan duwen. Goeie vrije trap van Araujo. Een ontlading is er bij Pat. Die weet dat hij zijn eigen fout heeft hersteld. De Rips. Peña weg bij Lundqvist. Oeh, heel veel ruimte voor Bijl. Peña ziet dat natuurlijk. Krijgt de bal er ook. Bijl, dit moet hem zijn voor hem. En dat is hem niet. Wat een ruimte ligt er opeens. Peña, die na een heel moeilijke eerste seizoenshelft eindelijk een beetje begint te lijken op de Peña zoals we hem van vorig seizoen kenden. Doet dit goed, bereikt Bijl. En zo vrij tussen Lundqvist die daar nog ligt. Nadat hij dus door Peña wel wat werd geraakt. Een overtreding leek me dat niet. Sneu voor Lundqvist. Weer een blessure voor Groningen. Dat al de nodige problemen heeft. Ook met name met de spelers die dan kansen moeten creëren of afmaken. Zoals dus Gudmundsson en Strand Larsen. En dan kan er gewisseld worden. Het zal toch een flinke tegenvaller zijn geweest voor Dammers. Toen de Wierikke wegviel en hij niet de eerste keuze was om centraal achterin erbij te komen. Omdat Van Kaan daar kwam te staan. Nu dus wel Dammers en Itakura als centraal duo. En Van Kaan weer vertrouwd op het middenveld. Veendorp heeft ruimte.
Fraai. Ook Veendorp is mee. Zijn er vier van Emmen. Daar is Veendorp. Daarachter was De Leeuw. Hier is Bijl. En die gaat erin. Van richting veranderd. Is Pat dus kansloos. Zijn eerste doelpunt van het seizoen. En het is geen eigen doelpunt. Want ook zonder dat Van Kaam die bal had aangeraakt, was hij wel tussen de palen. Maar het is natuurlijk wel een allesbepalende aanraking daar. Van Van Kaam. Van Kaam zet zijn voeten tegen. En daarmee is Pat geklopt. En leidt Emmen. En dat is dus op, zou je kunnen zeggen, wat slemielige wijze voor Groningen. Maar dat is toch bovenal dik en dik verdiend. Hij had al een goede kans. Die schoot hij voorlangs. Nu het doelpunt van de rechtsback van Emmen. Zijn eerste van het seizoen. Buijs denkt, weet je wat, ik ga lekker naar binnen. Die hoeft de laatste 30 seconden niet te zien om zijn conclusies al te hebben getrokken van het spel van Groningen in deze eerste helft. De stelt zit er bijna op. Dit mag nog. En dan loopt Peña zich te makkelijk vast. En zou Groningen wellicht in de omschakeling nog wat kunnen doen. Peña heeft al geel. Die kan in de achtervolging geen overtreding maken. Dan Messaoudi. Komt hij dan de eerste kans voor Groningen vlak voor rust? Ja! Die is daar voor de Kroes. Het is toch ongelooflijk dat Emmen dit nog toestaat. Het is 0-1 en dat is dik en dik verdiend. Maar in plaats van dat ze zelf nog wellicht een keer kunnen aanvallen, krijgt Groningen nog hun beste kans in de eerste helft, in de slotseconde. Veendorp. Ongelooflijk zelf. Ja, vorige keer dat hij mee naar voren ging, scoorde M. Stond hij daar ook in de 16. Nu Itakura die weghaalt, krijgt Veendorp zelf de bal terug. Peña moet nog even aannemen. Ik had dan schiet. Ja, terugleg is niet helemaal lekker. Nou, je rekent op een stormachtig Groningen ook in de openingsfase van de tweede helft. Komt er bepaald nog niet van. Veendorp. Oeh, slordige bal van Veendorp. Soeslof. Soeslof. En die schiet naast. Nog wel een metertje, denk ik. Maar de enige echte doelpoging in de eerste helft kwam voor dat balverlies van Peña. Nu is het Veendorp die de bal zomaar inlevert bij Soeslof. Balverlies van Fraai. Steeds Emmen dat zichzelf in de problemen brengt. Vlag is voorlopig omlaag en nu zit hij erin. Vlag blijft ook omlaag. Het balverlies van Fraai. Groningen scoort via Da Cruz. Hier zal naar worden gekeken. Is dit een overtreding? Dat is volgens mij vrij snel beantwoord met nee. Dan is hier de vraag of het buitenspel is van Da Cruz. Het lijkt zo toch echt geen buitenspel te zijn. En dan blijft Da Cruz toch heel kalm. Schuift hij hem rustig in de hoek. En doet Emmen dus toch zichzelf aan. Je kan een uur lang prima voetballen. Maar als je op die manier steeds balverlies blijft leiden. En Groningen instelling brengt. Dan doe je het dus ook jezelf vooral aan. Peña. Tammers. En dat is niet goed genoeg. Peña. Buitenkantje voet. Maar niet hoog genoeg. Niet over pad heen. Daarachter loerde De Leeuw al. Die dacht hem in een leeg doel te kunnen koppen. Toch weer balverlies van Emmen. Het is toch niet te geloven. En dan bijna verrift nog in de fout ook. Emmen speelt een wedstrijd die voor Emmen het seizoen ook wel aardig samenvat. Namelijk prima voetbal. De kansen die er zijn eigenlijk niet genoeg benutten. En dan vervolgens zelf de tegenstander zo in het zadel helpen. Zal hij er zomaar achter kunnen staan. En het zijn ook allemaal verschillende spelers. Hè? Veendorp een keertje, Bakker een keertje, Fraai een keertje, Peña. Hier De Leeuw aan de andere kant. Oh, aardige kopbal. Ah. En Mamoud weet, bij winst staan ze geen laatste meer. ADO heeft verloren. Dus als Emmen hier wint vandaag, staat het eindelijk niet meer op die laatste plek. Fraai. Krijgt hij hem voor. Nou, dit is een prima actie. Peña. Bijl. Moet Elan Koeri de voorzitter uithalen. Dat doet hij. En hier geeft zelfs geen corner weg op deze manier. Nou, om dan de bal weer in te leveren bij Bijl. Dat is ook weer zo wat. Dat doet hij. Uiteindelijk wel een corner. Ja, wat nog even helemaal goed uit leek te pakken. Levert uiteindelijk Emmen dan toch nog de hoekschop op. Kan eventueel kort. Ja, wat ze bij Groningen niet op staan te letten.
Corner kort genomen. En dat levert de kans toch op voor Araujo. Maar die krijgt die bal niet te goed op zijn hoofd. Serieuze kans voor Emmen. Omdat ze bij Groningen niet door hebben blijkbaar dat Bijl daar ook bij die corner staat. Die slingert hem snel voor. En dan timed Araujo in dit geval niet goed. Vrij. Vrij, goede actie. Maar de bal valt in eerste instantie niet voor iemand van Emmen. Hier is alsnog De Leeuw. Weer De Leeuw, hard voor zou je zeggen. Hij chipt hem voor, dat is mooi gedaan. Maar de kopbal is recht op pad. Daar was Gladon met zijn eerste kans. Nou, ik weer een goede aanval van Emmen. Hey, zo! Wat is dit nou? Ja, daar gaat iemand de kaart krijgen. Geel voor Buis en Bijl misschien. Ze doen het allebei, maar wat reageert Buis ook ongelooflijk fel. En dan wordt het helemaal onvriendelijk. Komt Van Hintem erbij. Komt Verrips erbij. Ja, het wordt nu echt knokken. Je gaat de VAR ook nog wel even naar kijken. Want er is een gele kaart in de hand. Bakker moet worden tegengehouden door Verrips. Ik denk dat Lindhout ook de verstandige doet om even afstand te nemen. Het komt voort uit de inworp die voor Groningen is. En waar Bijl eigenlijk een beetje probeert om te voorkomen dat die inworp snel genomen wordt. Buis krijgt geel. En daar lijkt het bij te blijven voorlopen. Kaatsen van Lauwersen, niet goed. En dan dit. Slaat de bal uit de handen. En dan trekt Buis Bijl naar de grond. Bijl komt goed weg zonder kaart. En ik denk dat hij eerlijk gezegd wel goed weg komt met geel, hoor. En dan is het afgelopen en eindigt dit in 1-1. Een wedstrijd met veel strijd. Een prima eerste helft van Emmen, maar het balverlies van Vrij na rust. Niet de enige speler van Emmen die een kans voor Groningen mogelijk maakte. Werd er wel feilloos afgestraft door Groningen.